Een groep militairen die de voortgezette officierenopleiding succesvol hebben doorlopen, mocht vandaag hun diploma's in ontvangst nemen. Commandant van het Instituut voor Defensieopleiding IDO, kolonel Justus Hiwaki, zei dat deze nieuwe officieren een reis hebben afgelegd die niet alleen draaide om het vergaren van kennis, maar ook om het ontwikkelen van leiderschap, veerkracht en vooral teamgeest. Volgens bevelhebber van het Nationaal Leger, kolonel Werner Kiwasen, hebben de afgestudeerden met de afgeronde opleiding nu kennis en kunde om te functioneren op hoog niveau. Het is duidelijk dat jullie als groep zijn gegroeid, zowel als individuen als in de onderlinge samenwerking. Je hebt het kunnen proeven toen ik voor het eerst bij jullie kwam en dan tussendoor ook even bij jullie te gast mocht zijn. Gedurende de afgelopen maanden hebben jullie samen gelachen, geleerd en soms ook uitdagingen overwonnen tijdens de diverse testmomenten. Jullie hebben niet alleen vaardigheden verworven, maar jullie hebben ook waardevolle banden gesmeed die verder reiken dan de muren van deze trainingsfaciliteit. Jullie zijn niet meer die jonge stoere luitenants van de basisofficiersopleiding. Jullie zijn nu opgeleid en gereed gemaakt voor commandanten en staffunties op bataljons van krijgsmachtdeel stafniveau. Jullie zijn bereikt met kennis over hoe te manoeuvreren met eenheden, hoe je dient op te stellen als stafofficier en als tuchtrechter. Maar het is jouw leiderschap dat bepalend gaat zijn hoe je wordt geaccepteerd. Niet alleen door jouw onderhebbenden, maar ook door je superieuren. Minister Krishna Kumari Mathura van Defensie zegt dat de organisatie zal blijven investeren in haar personeel, omdat de organisatie moet blijven bestaan. Ze wijst er ook op dat het leger de plicht en verantwoordelijkheid heeft om Suriname te blijven ontwikkelen en voor te bereiden op de generaties die na ons komen. En dat heeft geen einde, dat heeft geen begin, geen einde. Dus dat gaat door. Dus we hebben de plicht en verantwoordelijkheid om te blijven investeren in mensen. En het tweede belangrijke is dat wanneer we investeren in mensen, dat leiderschap van elke organisatie cruciaal is. Een land ontwikkel je met een visie. Een land ontwikkel je met leiders die mensen enthousiast kunnen maken. Die mensen daar kunnen brengen waar ze uit zichzelf niet kunnen gaan. Een land ontwikkel je wanneer leiders leiding geven aan teams en resultaten neerzetten. En ook wij als defensieorganisatie gaan niet vooruit en gaan niet ontwikkeld worden als we onze teams niet enthousiast kunnen maken. Minister Mathura wijst erop dat binnen de defensieorganisatie niet gekeken wordt naar problemen, maar de blikken worden gericht op oplossingen. Dat geldt ook voor crisissituaties.